Welkom, dames en heren, bij een nieuwe gameplay op Marcus Vlogs. Ja, ja, en deze game heet Wolf, The Red Hood Diaries. Nou, ik ben benieuwd, het gaat een beetje over Roodkapje. Ik weet er verder nog niet zoveel over. Ik denk dat Roodkapje moet allerlei avonturen beleven. Dus laten we gauw beginnen. We gaan gauw beginnen met de game. Yes, hier gaan we dan. Ik ben benieuwd. Het lijkt me echt een hele mooie game. Dus ja, ik ben echt heel benieuwd hoe dit gaat uitpakken. En ik hoop dat jullie het ook heel erg leuk vinden natuurlijk. Dus dit is chapter 1, part 1. Oh, oh, oh. Het ziet er wel realistisch uit. Deze game heb ik op Steam gekocht. Ja. En nou ja, ik hou van gamen. Ik gamede vroeger heel vaak. De laatste jaren eigenlijk bijna niet meer. Dat leek me gewoon leuk om het weer eens op te pakken. Ik ben wel kieskeurig. Ik speel niet zomaar iedere game. Maar ja, goed. Oh, mijn naam is Roodkapje. Het is Nederlands ondertiteld. Ik heb geen vader, geen moeder. Geen angst. Onstilbare honger naar wraak bracht me hierheen. Mijn vader kwam om in een werkongeval vandaag 4 jaar geleden. Wel, ik geloof niet dat het een ongeval was. Ik geloof dat iemand moet boeten. Ik ben teruggekeerd naar de stad op zoek naar antwoorden. En naar de man die mijn leven verwoestte. BB Wolf. Dus mocht je er nog aan twijfelen, dit is geen sprookje. Er is niks sprookjesachtigs aan. Nou, ik ben heel benieuwd. Echt heel benieuwd. Nou, let the game begin. Ik kwam 14 dagen geleden aan en zocht een schuilplaats. Ik huurde deze stoffige zolder van een oud vrouwtje en hield me gedijst. Ik kwam enkel 's avonds mijn kamer uit. Oké, okay, nou ik neem aan dat we nu kunnen beginnen. We moeten nog even kijken hoe het allemaal werkt. Dit is camera angle. Dit is lopen. Oh, oké. Okay. Druk op deze om te gebruiken. De laatste keer dat ik voet zette in Ulrika was een jaar of 8. Volgens de voet. Nou ja, je kan het zelf wel lezen. Zo. Oh yeah. Nou. Interessant. Ik moet nog even wennen aan de besturing. Want als ik naar boven druk, dan ga ik naar beneden. Als ik naar beneden ga ik naar boven. Dus daar moet ik nog even aan wennen. Granny hugged me goodbye with tears in her eyes. She handed me a basket filled with food. Yeah. I promised to come back soon with answers. Be Wolf's bloed op mijn cape. Ja, Roodkapje is niet zo'n sympathiek meisje in deze game als dat ze in het echte leven is, geloof ik. Maar goed, dat maakt niet uit. Even kijken. Ja, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Vandaag is een grote dag na 2 weken van verkenning. Ga ik inbreken in de stadsarchieven op zoek naar informatie. Yeah. Ik ben niet uit op een bloedbad, ik ben uit op gerechtigheid. Dus duimen dat ik mijn bestemming bereik zonder dat iemand me opmerkt. Oké. Nou ja, ik ben heel benieuwd. Ah, ik zie dat we daar ergens naar buiten moeten gaan, denk ik zo. Dus dan gaan we dat ook doen. Even kijken. Hier. Oh, kom maar op. Kom maar, ga maar naar buiten. Maar eerst even hier even kijken. Oh, ik heb iets te pakken gekregen. Roodkapjes kamer concept art of zo. Nou ja. Oké. Okay. Wauw, wat is dat? Wat is dat nou weer? Is het hier veranderd, zeg? De avondklok veegde de straten leeg, gordijnen sloten gelijk aan de zon. Nou ja. Die wolf ijzeren vuist als een mokerslag in het gezicht van Ulrika. Het brijzelde elke herinnering aan de heerschappij, aan zijn overleden vader en de gloriedagen van de stad. Oké, okay, nou, ik zie al dat waar we heen moeten ongeveer. Nou, come on. Ik moet, oh ja, aan te springen. Dit is springen, ja.
Oké. Huppakee. Moeten we daar niet heen dan? Oh, nee. Ah, ik zie het al. We moeten hierheen. Natuurlijk. Zo, huppakee. Oh, nee. Dat is stom, Roodkapje. Je kan toch wel springen? Zo moeilijk is dat toch niet? Come on, hé. Laat het niet zeggen. Je bent toch een stoere meid? Come on. Come on. Jump. Jump, 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 jump. Nee, oh. Nah, zeg, Roodkapje. Ik had wel beter van je verwacht, hoor. Kom op nou, zeg. Is het zo moeilijk om even een stukje te springen? Hé? Is het zo moeilijk? Come on, hé. Ah, dit is echt heel stom, hoor, Roodkapje. Kom op nou, het is heel makkelijk. Gewoon even jump, jump, jump. Jump, jump, jump. Jump, jump, jump. Ja, oh, oh. Ah, waarom, hoe kan dat nou? Laten we het nog een keer proberen. Ja, dit kan toch nooit zo moeilijk zijn, hè? Oh, kijk, je moet twee keer op jump klikken. Nou, dan zijn we daar ook meteen weer achter. Oké, zo is ingedrukt om te sluipen, inderdaad. Dan sluip je zo onder dingen door en zo. Ja, 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 dat is heel handig. Ah, wat stom van jou, Roodkapje. Gaat het weer mis? Oké, we gaan het nog een keer proberen. Oké, we moeten sluipen. En daarna moeten we sprinten, hè, stond er, geloof ik. Even kijken. Is dat deze? Ja, goed zo. Hé, hé. Spring op de regel om je vast te klampen. Goed zo. Goed zo, Roodkapje. Goed zo, Roodkapje. Zo. Waar moeten we nou heen, jongens? Wacht even voor. Oh, moeten we hierheen? Nou, ik heb geen idee eigenlijk. Oh, wacht. Wacht even. Nee. Ah ja, ik moet nog even wennen aan de besturing. Het is een beetje lastig, maar goed. Oh, I see. I see, I see, I see. Dit is niet zo moeilijk als het lijkt. Oh ja, ja, oké, 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 oké. We gaan het nog een keer proberen. Volgens mij moeten we sprinten, jongens. Yeah, het is gelukt. Oh, 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 zeg. En nu? Wat nu? Oh. Daar moeten we voorbij. Oh jee. Oh. Pas op. Oh, dat waren een soort van berenklauwen. Wat waren dat in hemelsnaam? Dat waren... wat waren dat? Ik weet niet wat het waren, maar dat waren valluiken. Ah, verdomme. Nou ben ik dood. Wat stom. Stom zeg. Oké, ja. Roodkapje, kijk dan toch ook uit waar je loopt. Je bent niet... Kijk nou toch uit, Roodkapje. Je bent niet echt al te snugger, hè? Kijk uit, Roodkapje. Kijk uit, Roodkapje. Kijk uit. Nee! Oh, dan ga je weer de fout.
Dan ga je weer de fout in, Roodkapje. Nou, weet je hoe dat komt? Ik weet welke fout ik maak. Als ik naar boven klik, dan ga ik naar beneden. Als ik naar boven klik, ga ik naar beneden. Oké. Als ik naar beneden klik, dan ga ik naar boven. Als ik naar boven klik, dan ga ik naar beneden. Kijk, dat moet ik onthouden. Als ik naar beneden klik, dan ga ik naar boven. Oké. Dus, dan gaan we weer. Goed zo, Roodkapje. Oh yeah. Oké, wat is nou de bedoeling? Oh nee! Nee! Oh! Moeten we weer hier beginnen? Oh jee, dit is toch wel lastig, hè? Nou, Roodkapje, je kunt het. Oké, come on! Nee! Wat ben je toch ook een kunt, zeg? Wat ben je toch ook een kunt? Jeetje, Mina. Je kan ook helemaal niks, Roodkapje. Met een meid van niets. Stom wijf. Ga dat nog een keer proberen. Ah, kijk uit, Roodkapje. Je bent niet bij zijn snugger, hè, Roodkapje? Oké. We gaan het nog een keer proberen. Nou ga je het goed doen voor de verandering. Oké, ik zie wat we hier moeten doen. Ah ja, ja, ik zie het al. Heel mooi, Roodkapje. Nou, goed zo. Je bent een brave meid. What the hell? What's going on? Wat gebeurt hier nou weer? Okay, so you guys keep on doing that and pretend I'm not here. Nee, Roodkapje. Doe niet zo stom, Roodkapje. Oké. Wat gaan we nu doen? Goed zo. Oké, mooi. Goed zo, Roodkapje. Volgens mij hebben we hoofdstuk 1 hebben we nu wel gehaald, denk ik. Ja, ik denk dat het wel een mooi moment is om even af te sluiten voor nu, denk ik zomaar. Dat we chapter 1 hebben gehad. Dus ja, ik denk dat dit wel mooi is om hierbij even te stoppen. Dit was de eerste aflevering van Wolf Red Riding Roodkapje. En tot de volgende keer, beste mensen. Ciao, ciao. Bye, bye.